Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en dit kanaal gaat over comics, strips en geeky dingen. Vandaag gaan we het hebben over Image Special nummer 19, oftewel Sam and Twitch. Deze vond ik in mijn collectie. Ik heb een paar andere Image Specials ook, maar dit is een interessant iets. Dit is namelijk deel 7 tot en met 8 van een achtdelig verhaal, Udaku. Heet het. Maar wat interessant is, dit is geschreven door Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis en getekend door Angel Medina. En wat daar interessant aan is, is dat is eigenlijk de eerste introductie zo'n beetje van Bendis in Nederland. En omdat ze altijd een korte inhoud van het voorafgaande gaven, kan ik het redelijk goed volgen. Het gaat over Sam Burke, detective Sam Burke en Twitch Williams. En dat zijn bijfiguren eigenlijk uit de Spawn-reeks. Ik dacht er, Todd McFarlane. Het zijn bijfiguren die een eigen reeks kregen. En wat leuk is aan Image Special is, het is net als bij Marvel Superhelden, dat het Junior Press een manier gaf om series uit te proberen. Dus gewoon een paar deeltjes. En dit is dan een achtdelig verhaal, zodat mensen konden raden of konden zeggen, ja, of het wat was of niet. Of ze dan misschien de serie helemaal moesten gaan uitgeven of niet. Ik vind Sam & Twitch heel erg leuk. Het is eigenlijk de dikke en de dunne. En wat Brian Michael Bendis doet in het begin van deze comic is eigenlijk establishen dat ze elkaar al heel lang kennen als kids. Nou, je ziet gelijk aan deze pagina een paar rare dingen. Onder andere dat de tekstballonnen ontbreken. En dat zijn gewoon tekst in beeld. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik je dit wilde laten zien. Want ik vond het nogal een frappante manier van werken en ik vind het eigenlijk niet prettig. Je kunt zeggen dat je overal aan went, maar soms zijn het gele letters op een moeilijke achtergrond en is het gewoon heel lastig lezen. Dus ja, je went eraan, maar waarom eigenlijk Brian Michael Bendis? Waarom niet gewoon lekker balloons? Ik vind het stijltje van Angel Medina vind ik wel heel fijn. En dit laat eigenlijk al zien dat Sam toch wel een held altijd is geweest. Ik ga je niet helemaal vertellen waar dit verhaal over gaat. It is irrelevant, zoals Seven of Nine zou zeggen. Maar wat ik wel tof vind is, op een gegeven moment gaat Twitch achter de bad girl aan, want dat is in dit geval het geval. En dan krijgen we deze pagina te zien. Point of view shots, terwijl die door het ziekenhuis aan het rennen is. Dat vond ik heel gaaf. Ik hou van dat soort storytelling devices. En zoals ik al zei, dit was het eerste werk van Bendis, zo'n beetje wat in Nederland werd uitgegeven. En mensen waren zeer enthousiast, kan ik je vertellen, over Brian Michael Bendis zijn werk. En ook over Medina trouwens, de tekenaar. Bendis, voor degene die dat niet weet, is de man die Ultimate Spider-Man schreef. Dus eigenlijk een alternatieve versie van het Marvel-universum op poten zetten met de nieuwe Peter Parker. En later ook op de proppen kwam met de zwarte Spider-Man Miles Morales. En weer later het trucje nog eens een keer overdeed met Riri Williams, het zwarte meisje van 15 die Tony Stark moest gaan vervangen in Woke Marvel. Waar Bendis heel erg bekend om was toen, der tijd, toen hij net begon, waren wat ze dan hier ook noemen natuurgetrouwe dialogen. Nou, er wordt ook wat afgeluld in die strips van Brian Michael Bendis. Heel veel expositie ook in deze pagina. Kijk, zo zie je ook gelijk dat die letters, nou, ik vind het dus niet zo prettig, mij maar balloons. En dat vonden we toen heel tof. Het was heel filmisch, al die dialogen. Terwijl, dat staat eigenlijk haaks op de kracht van strip, als je erover nadenkt. Want strip heeft vaak korte en bondige dialogen die alles vertellen en evengoed natuurlijk overkomen. En dat is een soort spanningsveld waar de goede schrijver wel raad mee weet. Maar goed, we waren er toen heel erg enthousiast over. Sinds Bendis weg is bij Marvel, heeft hij onder andere Superman gedaan. En die comics heb ik niet gelezen, moet ik je bekennen. Maar hij wordt over het algemeen behoorlijk uitgekotst op dit moment met wat hij met Superman heeft gedaan. Ik weet niet zeker of dat nou Bendis' schuld is, of dat het gewoon the sign of the times is, zeg maar. Dat er heel veel elementen in comics zijn geslopen in de Verenigde Staten
die niet door heel veel mensen geaccepteerd worden. Niet alleen zijn ze verschrikkelijk politiek correct. Er wordt ook flink getornd aan de standaard mannelijkheid, zeg maar, in superheldencomics. Daar wordt echt heel erg veel aan gesleuteld. Waardoor alle vrouwen nu veel sterker zijn dan mannen. En ook eigenlijk meestal uitzien als jongetjes zonder borsten. En dat soort dingen. En Bendis, die gaat mee in die trend, heb ik begrepen. Nou, dat is niet ieders kopjes thee. Maar goed, dat was toen nog ver in de toekomst. Bij Sam en Twitch was in ieder geval, waren mensen erg enthousiast. En wat ik leuk vind, nou, hier hebben we dus Olaf Bemer, die dus ook vertelt van, nou, we weten nog niet zeker wat we ermee gaan doen. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Wat ik leuk vind aan Sam en Twitch is sowieso, het is een komisch duo. Maar het zijn ook echte helden. Ze doen echt hun best. En ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Sam Burke is dan een beetje een cliché, een dikke politieman die veel donuts eet. En Twitch is dan het dunne mannetje. Dus zoals ik al zei, een beetje de dikke en de dunne. Maar ik vind ze wel erg sympathiek. Wat zo tof is, dat het bijfiguren waren uit Spawn. Die dus een eigen serie hebben gekregen. Er zat genoeg potentie in, vond McFarlane. Ja, om daar een eigen serie van te maken. En dat is leuk. En Medina, die tekent ook, ja, die tekent cartoonesk, zoals je kunt zien. Het past wel in de oude McFarlane-stijl. Hij heeft ook veel Spawn getekend. En dit vonden we toen, in 2000, erg leuk. Dan kun je nog wel even deze pagina te zien van Olaf. Ook weer, dat hij wat vertelt wat Bendis tot nu toe heeft gedaan. En waar hij zo'n beetje vandaan komt. En dan staat hier, we schrijven het jaar 2000 en Brian Michael Bendis staat op het punt een greep naar de absolute macht in de comicwereld te doen. En dan te bedenken dat ik hem 5 jaar geleden als een soort Amerikaans kruimeltje, dat is nogal een typering, door het immense complex van San Diego Comic-Con heb zien strompelen bij elke uitgeverij bedelend om werk. Het kan raar lopen. Ja, dat kan het zeker. Hij was ooit een held van heel veel mensen en van sommige mensen dus nu niet meer. Maar ik ben wel benieuwd, heb jij recent Bendis nog gelezen? Herken je zijn Superman run? Wat vond je daarvan? Valt het allemaal wel mee met het ontmannen van de mannen in de comics tegenwoordig? Of is het gewoon een sign of the times? En natuurlijk, ken je Sam en Twitch? En wat vind je ervan? Dat hoor ik heel, heel graag van je. Want ja, ik zit eraan te denken, ik moet misschien gewoon de Amerikaanse uitgaven hiervan gaan op de kop gaan tikken. Dat is leuk. Dankzij deze Image Special kan ik daar dus weer kennis mee maken. Anyway, hoop informatie en een paar vragen. Dankjewel voor het kijken. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.